Hallo, wij zijn de ondernemingsraad van Groenhuizen. Weet jij wat we in 2019 deden? Als we alles opsommen wat we voor en met jullie doen, zijn we nog wel even bezig. Daarom vatten we in deze video de hoogtepunten samen. 2019 stond voor ons in het teken van aandacht voor de medewerker. Dit was dan ook de titel van ons ambitiedocument, welke je kunt terugvinden op Huisnet. Onze ondernemingsraad bestond in 2019 uit 11 leden en 3 aspirantleden. 2 medewerkers dienstverlening, 2 huismeesters, 1 logopediste, 1 medewerker dagbesteding, 5 verzorgenden, 1 verpleegkundige, 1 kwaliteitsverpleegkundige, 1 zorgcoördinator. De ondernemingsraad wordt ondersteund door 2 ambtelijk secretarissen. Deze leden vertegenwoordigen jullie. Ze zijn werkzaam bij 7 verschillende zorglocaties, behandeling en begeleiding en deskundigheidsbevordering. Ze vertegenwoordigen zo een mooie afspiegeling van onze organisatie, waar ruim 2300 medewerkers dagelijks voor onze klanten zorg dragen. Maar we doen het niet alleen. We overleggen met diverse collega's, van HRM tot hoofdbedrijfsvoering en van bestuurder tot jullie, de achterban. Een van onze ambities voor 2019 was zichtbaarder zijn bij onze achterban. Wij zijn van mening dat het is gelukt. Hebben jullie ons gezien? De ondernemingsraad gaf formeel instemming op of advies over de volgende thema's. Bevoegd en bekwaam, keuze nieuwe arbodienstverlener, verruiming ATW, visie ICT Groenhuizen, strategisch opleidingsplan, secundaire arbeidsvoorwaarden fase 1 en 2, vrijwilligersbeleid. In 2019 realiseerden we de volgende ambities. Scholingsfaciliteiten vinden plaats onder werktijd. Verpleegkundigen zijn naar aanleiding van de herschikking zorg en welzijn opgehoogd naar schaal 45. Benoeming 2 preventiemedewerkers. Counseling wordt voortgezet en uitgebreid met een tweede counselor. Participatie in het keuzetraject nieuwe arbodienstverlener. Fase 1 en 2 van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afgerond. Mantelzorgbeleid voor medewerkers wordt opgesteld. We maakten een start met de volgende thema's die in 2020 in volle gang zijn. Vermoeden van fraude en diefstal, klachtenregeling, verzuimbeleid, vitaliteitswinkel, mantelzorgbeleid, faciliteitenregeling studiekosten, herijking rol praktijk en werkbegeleiders, gesprekscyclus, herschikking zorg en welzijn, integraal roosteren en plannen, deelname werkgroep verbeteren digitale ondersteuning. Zo, dit was de OR in 2019 in vogelvlucht.